Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik met jullie kijken naar een uitbreiding voor 13 Monsters en dat is Armed to the Teeth. En met deze uitbreiding gaan we ons nog meer richten op de combat tussen de monsters, want we krijgen bijvoorbeeld wapens en schilden waarmee we beter kunnen aanvallen en of beter kunnen verdedigen. We kunnen onze monsters uitrusten met harnassen en we krijgen ook nog 3 metallic monsters die we kunnen gaan verzamelen. We krijgen een extra setje dobbelstenen waarmee je elkaar onder andere gaat aanvallen en jezelf kan verdedigen. En we hebben ook nog Troll. En die komt op bezoek bij de speler die als laatste een monsterset heeft gevonden of gevangen. En die geeft dan ook weer een extra actie. Kortom, genoeg extra's te doen en dat richt zich dan voornamelijk op het combat gedeelte van dit spelletje. Ik ga 13 Monsters zelf niet uitleggen, daarvoor mag je even mijn vorige filmpje kijken. Voor nu ga ik puur kijken wat deze uitbreiding doet. Laten we snel gaan kijken hoe die gaat. De setup doe je gewoon hetzelfde als het basisspel. Ik heb nog even een paar monsters liggen. En we zetten deze Stanley Troll, die zetten we in het midden van het bord. Die komt dus naar een speler toe die als laatste een monsterset vindt of afpakt van iemand anders. Daarnaast krijgen we nog 3 extra trekstapeltjes naast het speelveld. Onder andere de wapens en de schilden. Van elk setje is er een wapen en een schild. Die wordt even goed geschud. En die leg je naast het speelveld. Het eerste stapeltje wat je eigenlijk neerlegt zijn de harnastegels. Dat zijn deze, bestaande uit 3 delen, bovenkant, midden en onderkant. Het onderkant helpt je vooral met verdedigen tegen aanvallen. Het middelste stuk 1 aanval en 1 verdediging extra. En de bovenkant van het harnas, dat zorgt voor extra aanval. Ook hier heb je een aantal setjes van en ook die worden weer even goed geschud. Dat is dan zeg maar de eerste stapel. De tweede stapel zijn dan die wapens. En als derde stapel hebben we hier 3 nieuwe monsters, metal monsters. Ook die worden even goed geschud. En wil je een iets agressiever potje spelen, iets meer aanvallen dan verdedigen, dan maak je van deze metal monsters stapel 1 en dan maak je van die harnassen stapel 3. Maar in de basis is dit, de metal monsters zijn stapel 3. Dus ook die schud je even. En dan hebben we dus 3 stapeltjes liggen. Net als in het basisspel kan je er nu voor kiezen om en iedereen alvast een mormon monster te geven en alvast 1 tegeltje van elke stapel. Maar je kan ook gewoon met lege handen beginnen. Ik zou deze uitbreiding er niet gelijk bij gooien, trouwens eerst even bekend raken met het basisspel. Want als je deze uitbreiding erbij gaat halen, krijg je nog meer mogelijkheden en moet je nog meer opletten hoeveel delen van een harnas heb je, hoeveel delen van een metallic monster heb je. Dus je krijgt iets meer administratie wat je erbij moet gaan doen. Maar wat kan je allemaal gaan doen? Sowieso, zoals ik al zei, als een speler het lukt om een monsterset te verzamelen of te veroveren van een tegenstander, dan komt bij die speler Troll op bezoek. Trouwens ook als je een monsterset krijgt door verdedigen. Dus gewoon altijd als je een monsterset krijgt, dan ben jij degene waar Troll bij op bezoek komt. En die blijft net zo lang bij jou staan totdat een andere speler een monsterset verzamelt. Maar heb je deze voor je staan tijdens je beurt, dan heb je een extra actie beschikbaar. Namelijk het smeden van 1 van die 3 tegels. Daarvoor gooi je alle 5 de dobbelstenen. De nieuwe 5 dobbelstenen. En daarmee hoop je dat je 2 of meer aanbeelden gaat gooien. Ik heb nu gegooid 2 schilden en 3 zwaarden, dus daar heb ik helaas helemaal niets aan. Maar gooi je 2 of meer aanbeelden, dan mag je een tegel pakken van stapel 1, de harnassen. Gooi je 3 aanbeelden of meer, dan mag je in plaats daarvan van de tweede stapel de tegel pakken. Dus de wapens en schilden. En gooi je 4 of meer aanbeelden, dan mag je een tegel trekken van de metallic monster stapel. Overigens eindigt het spel nog steeds op dezelfde manier. Wie het meeste aan punten heeft aan monsters als alle tegeltjes zijn opengedraaid. Of wie als eerste 4 complete monsters van 4 verschillende elementen heeft gebouwd. Als je een deel van een harnas bemachtigt, dan moet je dat over een passend monsteronderdeel leggen. In dit geval heb ik hier de bovenkant van een harnas gepakt. Dan moet ik dat ook op de bovenkant van een monster leggen wat ik voor me heb liggen. Maar stel dat ik nu alleen maar deze onderkant heb, dan heb ik dus niks aan dit harnas. En dan leg ik dit apart in de zogeheten wapenkamer. Je mag 3 onderdelen hier apart laten leggen. Dus harnassen, schilden en wapens. Echter, als harnasonderdelen of wapens in je wapenkamer liggen, dus niet aan een monster zijn geplakt, dan kunnen die gestolen worden door andere spelers. Dus stel ik heb de bovenkant van dit harnas heb ik hier liggen en een andere speler gaat mij aanvallen in zijn of haar beurt, dan gooit die speler alle zwarte dobbelstenen en die telt alle zwaardjes bij elkaar op. In dit geval zijn dat er 3. Ik mag mij natuurlijk verdedigen tegen die aanval, dus ik gooi al die 15 dobbelstenen. En ik moet hopen dat ik meer schildjes ga gooien. Ik gooi 3 schildjes. En dat betekent dat ik de aanval heb afgeslagen, want alleen als de aanvaller meer zwaardjes gooit dan dat de verdediger schildjes gooit, dan lukt de aanval. Dus in dit geval hou ik lekker mijn stuk harnas. Maar zo niet, had ik minder schildjes gegooid dan zwaardjes, dan was ik mijn harnas kwijtgeraakt aan de aanvaller.
En nogmaals, krijg je een deel van een harnas en kan je dat leggen op een van je monsters, dan moet je dat ook gelijk doen. In dit geval gaat dat niet. Maar stel, ik had een onderkant getrokken of gewonnen uit een gevecht, dan moet ik die gelijk bovenop mijn monster leggen. Op deze metallic monsters, ja, die zijn al van metaal, die mogen geen harnas aan. Dus die hebben nooit een harnas op zich liggen. Maar dat geldt alleen voor de metallic monsters. Trek je een zwaard of een schild, of krijg je dat, of verover je dat, die mag je alleen maar neerleggen naast een compleet monster. Heb ik dus alleen maar de onderkant van dit monster liggen, heb ik hier nog niks aan en gaat het naar mijn wapenkamer. Je mag ook nooit meer dan 3 items in je wapenkamer hebben liggen. Dus mocht ik nu een 4e item krijgen, dan moet ik een van de andere items terugdoen. En als je een item terugdoet op een van de stapels, moet je de stapel daarna altijd gelijk weer even schudden. Je mag wel altijd de boel weer opnieuw ordenen als je nieuwe monsteronderdelen binnenkrijgt. Dus stel, ik heb nu op de bovenkant van een monster verzameld, ik heb nu een compleet monster. Dan kan ik dus zeggen, hey, ik had in mijn wapenkamer nog een bovenkant van een harnas liggen, dus die kan er nu mooi op. Daarnaast heb je dus zwaarden en schilden, of tenminste wapens en schilden. Elk monster kan maar 1 wapen en 1 schild bij zich hebben. Je legt het schild links van het monster en het zwaard rechts. Heb je geen compleet monster, kan je deze dus niet neerleggen. En krijg je 2 schilden, dan heb je ook pech, want je mag maar 1 schild en maar 1 zwaard per monster liggen. Nou, al die wapens, schilden en die harnassen, die geven je natuurlijk een voordeel. Zodra je een monster hebt waar een harnasdeel op ligt, het kan ook een deel van een monster zijn, als je tenminste maar 1 harnasonderdeel aan een monster of een monsterdeel hebt gekoppeld, dan krijg je de extra actiemogelijkheid oepsie poepsie. Dat betekent, je draait een tegel open en denkt, oh, die wil ik echt helemaal niet open draaien. Dan kan je zeggen, oepsie poepsie, dan draai je de tegel gelijk weer terug om en mag je 2 andere tegels opendraaien. Maar alleen de eerste tegel die je opendraait, die kan je nog terugdraaien met oepsie poepsie. En die mag je ook niet later in diezelfde beurt toch nog weer een keer opendraaien, als je per ongeluk dan toch de match daarvan vindt. En je mag oepsie poepsie ook niet gebruiken in combinatie met de bekende Prophet of de All-Seeing Eye actie uit het basisspel. Want bij Prophet mag je 3 tegels opendraaien, nou ja, dat mag je dus ook al met dat oepsie poepsie. Want heb jij een monster wat 2 harnasdelen heeft van hetzelfde element, dan krijg je de optie All-Seeing Eye. En dat is hetzelfde als de Prophet uit het basisspel. Vanaf dan mag je 3 tegels opendraaien in je beurt, maar je kan die dus niet gebruiken in combinatie met oepsie poepsie. En draagt jouw monster een harnas van alle 3 dezelfde elementen, dan krijg je nog de extra optie Wakey Wakey. Daarmee mag je Ghost aanvallen, maar alleen als die al een keer zijn supernova heeft gedaan, dus als die omgedraaid ligt en eigenlijk in slaap is. Heb jij een monster volledig in het harnas van hetzelfde element, dan kan je Ghost aanvallen om hem weer wakker te maken. Daarvoor moet je hem wel gaan aanvallen en Ghost mag dus met 6 dobbelstenen terug aanvallen, ook al is hij in slaap, hou daar rekening mee. Win jij die aanval, dan win je een monsterset van Ghost naar keuze. Dus bovenkant, midden of onderkant. Dus bijvoorbeeld we kiezen de onderkant. De rest wordt dan ook weer terug naar boven gedraaid en kan dus weer aangevallen worden door de andere spelers. En misschien lukt het jou dan wel om Ghost uiteindelijk compleet te verzamelen. Ben jij een speler die dit spel Ghost nog niet geactiveerd heeft met zijn supernova kracht, dan mag je dat alsnog een keertje doen. Maar heb je Ghost eerder in het spel al compleet gehad en supernova geactiveerd, dan mag je dat niet nog een keer doen. En als je aanval op Ghost mislukt, dan blijft hij gewoon in slaap en gebeurt er niks. Maar de tweede bonus van een volledig harnas hebben in hetzelfde element is dat Ghost jou niet kan aanvallen. Dat monster is veilig voor Ghost en kan niet afgepakt worden. Daarnaast kan het zijn dat je bijvoorbeeld een monsterset wil aanvallen waar een harnas op ligt. Bijvoorbeeld wil het middenste deel van Ghost aanvallen, maar daar ligt een harnas op. Dan moeten we eerst zorgen dat dat harnas weggaat voordat we de monsterset daaronder kunnen veroveren. Maar ja, dan moet ik dus aangeven dat ik bijvoorbeeld met mijn middenstuk val ik het middenstuk van Ghost aan. Hier zit geen harnas op, dus krijg ik verder geen bonus. Ik gooi 5 dobbelstenen. Ik tel het aantal zwaardjes, in dit geval 3. En de tegenstander mag nu natuurlijk verdedigen, dus die gooit ook alle dobbelstenen. En die gaat hopen dat hij meer schildjes gooit. Nou, die gooit maar 2 schildjes. Maar zo'n harnas geeft een bonus. In dit geval krijgt het middenstuk van het harnas geeft 1 schildje bonus. Dus de verdediger komt op 3 schildjes in totaal. Aanvallen kan je dus het beste doen met een bovenkant van jouw harnas. Want die geeft bij jouw worp 2 extra zwaardjes. Het midden geeft dus 1 extra zwaardje. En ga je verdedigen, dan kan je dat het beste doen of met het midden, want dan krijg je 1 schildje extra. Maar nog beter, nog fijner is het als die onderkant wordt aangevallen, want die geeft jou 2 schildjes bonus op de dobbelsteenworp bij het verdedigen. Dus met deze uitbreiding krijg je nog meer te maken met wat is verstandig, met welk deel van mijn monster kan ik het beste aanvallen en welk monsteronderdeel van mijn tegenstander kan ik misschien het beste aanvallen. Had ik mijn aanval gewonnen, had ik dus meer zwaardjes dan dat mijn tegenstander schilden had gegooid. En mijn gelijkspel wint de verdediger. Maar was mijn aanval geslaagd, dan
Dan raakte hij zijn harnasonderdeel kwijt en gaat dat terug op de stapel. En die stapel schud je dan weer even. En omdat je nu dat harnas hebt verwijderd, krijg je nu de kans om alsnog een gewone aanval te doen. Dat doe je gewoon volgens de basisregels met de dobbelstenen uit het basisspel. Dus je gaat proberen zoveel mogelijk dobbelstenen met hetzelfde getal te gooien. En daarmee doe je dan daadwerkelijk een aanval op de betreffende monsterset. Dus wil je een monsterset aanvallen waar een harnas op ligt, moet je eerst proberen dat harnas kapot te maken in een duel met deze dobbelstenen. Lukt dat, dan is het harnas weg en kan je daarna je gewone standaard aanval gaan doen. En ook daarop mag de tegenstander natuurlijk verdedigen. Verlies je dan je aanval op het kale monster, ja dan heb je pech en dan verlies jij alsnog een monsterset. Want dan mag de verdedigende partij dus alsnog weer een monsteronderdeel van jou stelen. Die speler wint dan je onderliggende monsterset. Dus niet het harnas wint hij, maar echt het monsterdeel wat eronder ligt. Nou, dan helpen dus je schilden en je zwaarden ook met vechten. Mogen dus alleen maar liggen naast een compleet monster. Doe je een aanval en heb jij een wapen naast je liggen, dan mag je 3 punten optellen bij de worp op de roze dobbelstenen. En hetzelfde geldt voor je schild. Ben je aan het verdedigen, dan mag je je schild inzetten en mag je 3 punten optellen bij het totaal van de uitkomst van de roze dobbelstenen. Deze metallic monsters mogen nooit wapens dragen, maar bestaat je monster voor 2/3 uit metallic en voor 1/3 uit een gewoon monster, dan mag die wel wapens dragen. Alleen een volledig metallic monster mag geen wapens dragen. Maar wil jij je zwaard of je schild inzetten, mag je niet eerst dobbelen en dan kijken, oh nou dan zet ik mijn zwaard in. Je moet van tevoren al zeggen of je je zwaard of je schild in gaat zetten of niet. En om het helemaal vervelend te maken of je aanval of je verdediging nou slaagt of niet. Het is eenmalige gebruik, daarna gaat hij weer terug op de stapel, wordt de stapel weer geschud. En dan moet je dus eigenlijk zorgen dat je Troll weer voor je krijgt, zodat je weer opnieuw in je beurt kan dobbelen en proberen een nieuw onderdeel te smeden, zodat je weer een nieuw zwaard of schild kan trekken van deze stapel. Daarvoor moet je dus minstens 3 aanbeeldjes gooien. Dus zwaarden en schilden aankondigen dat je ze gebruikt voordat je gaat dobbelen. En na gebruik, of ze nou geholpen hebben of niet, gaan ze terug op de stapel. Maar ook nu geeft het weer een bonus, zoals zoveel met het spelletje bonussen geeft. Je krijgt een bonus als je zowel een zwaard als een schild voor je hebt liggen. Want die kan je dan samensmelten en dan gebruik je de speciale power Unity. Als je dan of het schild of het zwaard gaat gebruiken deze beurt, dan zeg je dat. Maar dan zeg je, ik gebruik Unity. Dan smelt je ze samen. En dan mag je +6 bij je worp gaan opdoen. Of dat nou voor de aanval is of voor de verdediging. Nou, is wel dat je ze dan natuurlijk allebei kwijt bent aan het einde van de beurt. Maar goed, mocht je heel graag willen winnen, heb je natuurlijk wel met +6 op je uitkomst flinke kans dat je dat gaat winnen. En wat natuurlijk nog mooier is, is als je een zwaard en een schild hebt die allebei van hetzelfde element zijn, ook dat wordt weer extra beloond natuurlijk in het spelletje, dan kan je deze twee samen inzetten om een monsterset, dus niet het hele monster, maar een deel van het monster, af te pakken van je tegenstander zonder dat je daarvoor hoeft te vechten. En dat mag een losse monsterset zijn of een monsterset uit een compleet monster. Je kan alleen een monsterset afpakken waar geen armor op ligt, daarna ben je je zwaard en je schild dus weer kwijt aan de trekstapel. En je moet even kijken naar het element waar die uit bestaat. En daarvoor staat een tabelletje in de spelregels. Want je mag alleen een monsterset afpakken van het zwakkere element. Dus vuur kan een aarde element afpakken. Aarde kan een lucht element afpakken. Lucht, water, enzovoort, enzovoort. En heb je ghost, dan is die sterker dan alles. En daar kan je dus elk element mee afpakken. Dus hou er rekening mee dat je niet elk monstersetje kan pakken. Maar dat je even moet kijken naar welk element jouw monsterset uit bestaat. En dan een monsterset pakken die daar minder waardig aan is. En heb je een wapen en een schild van hetzelfde element naast je monster liggen, dan heb je ook nog de optie Wakey Wakey. En dat was dus hetzelfde als dat je 3 harnasonderdelen van hetzelfde element hebt. Heb je een wapen en een schild van hetzelfde element, dan mag je ook Wakey Wakey doen. En kan je dus Ghost gaan aanvallen als die in slaap is na zijn supernova. En tot slot hebben we dus dan nog die metallic monsters die je kan gaan verzamelen. Er zijn er 3. En die kan je dus van deze stapel aftrekken op het moment dat je 4 of meer aanbeelden gooit met je 5 dobbelstenen. Ook nu kan je dit weer mixen en matchen met de gewone monsters uit het basisspel. Maar het mooiste is natuurlijk als je een compleet metallic monster gaat maken. Ook een compleet metal monster krijgt de optie Wakey Wakey. Dus ook die kan Ghost gaan aanvallen als die slaapt. En heb je dus een volledig metal monster van hetzelfde element nodig. Maar metal monsters stellen je ook in staat om het dobbelgevecht op een andere manier te gaan winnen. Val jij aan met een monster dat deels uit een metal monster bestaat, dan win jij je aanval gelijk. Als je Yahtzee gooit, 5 dobbelstenen gooit met hetzelfde getal. Je mag 3 keer gooien en lukt het jou in 3 keer om bijvoorbeeld allemaal 5 te gooien. Dan win jij het gevecht direct en kan je tegenstander zich daar niet meer tegen verdedigen. Of mislukt de aanval van de aanvaller als jij natuurlijk de verdediger bent. En zo kan je dus ook winnen door 5 keer een 1 te gooien. Bestaat jouw monster deels uit metallic monsters en ook nog eens allemaal hetzelfde element, dan mag je zelfs 4 keer gooien.
En dan mag je één dobbelsteen van de laatst geworpen worp, dus nadat je die vier keer gegooid hebt, mag je één dobbelsteen die je misschien niet had kunnen gebruiken, mag je toch optellen bij het totaal van de worp. En heb jij een compleet metal monster van hetzelfde element, dan wordt het natuurlijk helemaal interessant. Dan mag je hem liefst vijf keer gooien en mag je twee dobbelstenen van de laatste worp mag je ook nog eens optellen bij de score. Val je aan met een metallic monster en speel je gelijk, dan wint de verdedigende partij. Bestaat je monster niet helemaal uit metallic onderdelen, dan wint net als bij het originele spel de aanvaller een gelijkspel. En zoals gezegd, je wint het spel nog steeds door het meeste punten aan monsters te hebben als alle tegels zijn opengedraaid. Of door als eerste vier monsters te bouwen van vier verschillende elementen. Een volledig normaal monster was in het basisspel 40 punten waard. De metallic monsters zijn 30 punten waard als ze helemaal compleet zijn. Dus de puntenlengte is allemaal net iets minder. Wel krijg je nog 10 punten voor elk volledig harnas van hetzelfde element wat je hebt verzameld. Maar voor de combinaties met monsters met metallic onderdelen daarin krijg je dus iets minder punten dan van de originele monsters. Maar goed, metallic monsters helpen je dus wel met verdedigen en aanvallen. Dus tijdens het spel zijn ze wel heel erg handig. En dat is zo'n beetje hoe de uitbreiding Armed to the Teeth gaat voor 13 monsters. Elke keer als een speler een monstersetje vindt of verovert van een tegenstander, dan komt de Troll op bezoek. Die zorgt ervoor dat je in je beurt één keertje mag gooien met deze dobbelstenen. Gooi je twee aanbeelden, dan mag je een stukje harnas pakken. Gooi je er drie of meer, dan mag je een wapen pakken of een schild. Je weet niet precies wat je krijgt natuurlijk. En gooi je vier of meer aanbeelden, dan mag je zelfs een deel van een metallic monster gaan pakken. Harnasdelen leg je over je monsterdelen heen. Gaan zorgen dat je je beter kan verdedigen of dat je beter gaat aanvallen. En wil een speler een monsterset van jou gaan aanvallen die onder een harnas ligt, moet hij eerst het harnasdeel zien te verwijderen en pas daarna kan hij het monster gaan aanvallen. Dus dan zijn jouw monsterdelen ook weer extra beschermd. Het zwaard en het schild kan je dus eenmalig inzetten voor extra punten op je verdediging of op je aanval. Of je kan ze zelfs combineren voor 6 bonuspunten op 1 aanval of 1 verdediging. En je kan dus extra monstersets gaan sparen met de metallic monsters. Kortom, met deze uitbreiding gaan we ons nog meer richten op het aanvallen en verdedigen met onze monsters. Mocht u een vraag hebben over deze uitbreiding of over 13 monsters in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.